Op dit vraagstuk beschouwen we een batterij die gedurende een tijd van 30 seconden een stroom zal leveren van 0,5 ampère. Nu, de vraag is, hoeveel lading is er in die tijd verplaatst? De formule voor lading Q is gelijk aan de stroom maal de tijd. En indien de tijd in seconden is, zullen wij de hoeveelheid lading gaan uitdrukken in coulomb. Coulomb is gelijk aan aantal ampère per seconde. Dit is de grootheid Q, dit is de eenheid C, coulomb of ampère per seconde. Dus, voor onze oplossing, ja, hoeveel lading hebben wij nu verplaatst gedurende die 30 seconden? Hoeveelheid lading is gelijk aan die tijd van 30 seconden maal de stroom van een 0,5 ampère. Dus in de tijd van 30 seconden hebben wij een hoeveelheid lading verplaatst van 15 coulomb of 15 ampère per seconde.